Als mensen starten, dan zijn ze altijd gemotiveerd. Ze willen altijd hun best doen. Nu, soms stellen de mensen vast, ik doe dit niet zo graag. Of er wordt meer van mij verwacht dan ik wil geven. Of de levensomstandigheden veranderen. Plotseling heeft iemand een relatie. Daarvoor was die persoon single en zocht de afleiding binnen de job. Plotseling is daar een relatie en plotseling gaat de afleiding naar de relatie en is de job minder belangrijk. Het kan ook zijn dat plotseling iemand zwanger is en door het kindje dat op komst is, veranderen de objectieven en is de drive ook voor een stuk weg. En dat is allemaal oké. Voor mij is dat allemaal prima. Dat mag allemaal. Niemand moet heel zijn leven lang totaal geëngageerd zijn naar de companies waar ik eigenaar ben. Dat hoeft niet. Iedereen mag morgen iets anders gaan doen. Absoluut wel. Maar als je in mijn ploeg speelt, dan verwacht ik wel dat je de meest waardevolle speler bent binnen je branche.